In Actual Stijl gaat Actual TV op zoek naar de best geklede politicus en politica. Actual TV doet dit samen met Lisbeth Bergmans van Patio Fashion. Zij geeft als jurylid professioneel stijladvies. De uiteindelijke winnaar wordt door u gekozen, want u kan elke weekdag stemmen voor uw topfavoriet. U kan deze week kiezen uit de volgende kandidaten: Herman de Croo, Ivan Sabbe, Peter van Veldhoven, Pieter de Krem en Chris Peters. Vandaag spitsen we ons toe op Ivan Sabbe. Ivan Sabbe uit Bavikhoven is 50 jaar. Hij is de nationale ondervoorzitter van Lijstedekker en Vlaams volksvertegenwoordiger. Bovendien is hij een bekende naam in de ondernemerswereld, met het jarenlange CEO-schap van Lidl België als belangrijkste referentie. Hoeveel belang hecht deze fervente motorrijder aan zijn stijl? Wel, ik had mezelf niet beschouwd als iemand met een voorbeeldfunctie. Ik vind het wel belangrijk, ondanks het feit dat ik vind dat ik er vandaag veel te weinig tijd voor heb. Maar ik vind het wel leuk als iemand algemeen, zowel man als vrouw, er goed voorkomt. Denk het niet, het is meer uit gewoonte. Ziet, je komt uit het bedrijfsleven waar het de gewoonte is dat men in feite toch elke dag in een tenue is die aangepast is om een vergadering te hebben, om medewerkers te ontmoeten, om een bespreking te hebben. Dus automatisch is het zo dat je dus toch je kledij aanpast aan het professioneel kader waar ik, om te zeggen, toch de voorbije 25 jaar meer dan het grootste deel van mijn tijd heb gespendeerd, ziet u. Wel, in feite gezien het grootste deel van mijn dagtaken en het grootste deel van mijn tijdsbesteding met professionele taken is ingevuld, zowel dus politiek als andere professionele activiteiten, is dit de tenue waar ik 's morgens mee opsta, bij wijze van spreken, en waar ik mee ga slapen. Met die verstander is een kleine wijziging gekomen in mijn dresscode. Ik heb op een bepaald ogenblik wat last gehad van wat nekprobleem, niet omdat ik van Kortrijk ben, maar toch van fysische aard. En dan heb ik de das laten vallen, omdat dit nogal wat extra druk gaf. En vandaar dat ik dus mij de gewoonte heb toegeëigend om zonder das overal te verschijnen. Dat doe ik eigenlijk vrij consequent nu. Wel, meestal doe ik dit alleen. Ik reis nogal wat, zakelijk. En er zijn nogal goede prijzen voor kledij die mij bevalt op luchthavens. En dat maakt dat ik nogal vaak, als ik dus tussen twee vluchten door, dat ik daar soms wel eens de gelegenheid te baat neem om een en ander in te kopen. Nee, ik zou zeggen in het algemeen, ik pas in een standaard maat 52, kostuummaat 52, dus dat maakt het ook makkelijk. En ik hou nogal van een snit zoals Ferré heeft een goede snit, vind ik. Bos heeft ook een goede snit. Dat zijn dus maatpakken waar ik eigenlijk vrij makkelijk, Skabal heeft dat ook, waar ik vrij makkelijk in pas. Dus uiteraard is het dan ook makkelijk om dergelijke zaken te kopen. De kunst bestaat er wel om niet te veel in de herhaling te vallen, omdat natuurlijk bij de maatpakken heb je het klassieke blauw, het klassieke donkergrijs, het klassieke beige, om toch wat speling in te brengen zonder te clownesk over te komen. Nee, ik denk dat een vrije keuze is. Ik bedoel, zolang het gelaat niet bedekt is en dat we zien wie daar zit, dan denk ik dat er geen enkel probleem is. Ik bedoel, iedereen eigent zich een kledij toe die hij denkt die noodzakelijk is of waarvan hij denkt dat ze gepast is aan de omstandigheden. Ik zou het wel storend vinden in een zakelijke context als ik dus een vergadering organiseer met collega's of medewerkers waar mensen te sportief voor de dag komen. Dat is een moeilijke vraag. Ik moet zeggen, ik heb daar in dit parlement nog niet echt veel aandacht aan besteed. Het is mij nog niet opgevallen wie nu werkelijk er goed voorkomt. Ik moet zeggen, ik kan er niet op antwoorden, maar ik heb mij zo verdiept in mijn dossiers tot op vandaag en tot in het politieke gebeuren dat ik geen tijd had om te focussen op andere zaken. Spijtig genoeg niet, dus ik moet daar het antwoord schuldig blijven. De belangrijkste stijlelementen opgezond. Ivan Sabbe heeft geen uitgesproken tadas, maar een degelijk kostuum vindt hij wel belangrijk, net als een verzorgde baard. De uiteindelijke winnaar wordt door u gekozen, maar om uw keuze te vergemakkelijken heeft Actual TV de professionele hulp ingeschakeld van Lisbeth Bergmans van Patio Fashion. Zij geeft als jurylid professioneel stijladvies. Ivan Sabbe is een man die perfect weet hoe hij zich moet kleden. Hij zegt het ook zelf, naar gelang zijn functie of
zijn taken die hij heeft overdag, vergadering, geen vergadering, het speelt allemaal een beetje een rol in zijn functie als bedrijfsleider of ik weet niet wat hij juist doet. En hij vindt dat wel belangrijk dat je dus je kleedt naar gelang je functie. Hij komt zeer sober over. Ik vind wel dat hij goed gekleed is. Het feit dat hij geen das draagt, vind ik op zich geen probleem. Je kan perfect in een maatpak zijn en zonder das en zeer, zeer deftig voorkomen. Dat is niet nodig, ook omwille van zijn nekproblemen, dat zoals hij zegt. Dus ik vind op het eerste gezicht komt hij zeer deftig, goed gekleed. Ja, direct zie ik geen minpunten qua kledij. Sober, maar zeer deftig en gedistingueerd, toch wel. Ik weet dat mannen al veel minder tijd besteden aan het shoppen. Het kopen van kleding, voor hen is dat al meer een belasting en meer een last dan een plezier, zou ik zeggen. Dus ik kan mij best voorstellen in zijn drukke leven dat hij heeft, dat time is money en dat hij daar echt wel van gebruik maakt. Tussen twee vluchten door, het feit dat hij iets moet hebben, hij heeft al zijn labels dat hij gebruikt, zoals een Hugo Boss en zo. Dus hij kent die maatpakken, hij weet hoe die zitten, hij voelt zich daar goed in. Dus waarom zou hij van dat tijdsgebruik geen gebruik maken om dan eventueel tussendoor een maatpak te kopen? Ja, ik vind het op zich geen probleem. Weet u, kleding is zowel voor een man als voor een vrouw, denk ik, toch wel iets persoonlijk. Je moet ook dingen dragen waar je je goed in voelt. En voor een stuk is dat ook dat uitzicht ook, hoe je je voelt met hetgeen u draagt. Maar ik vind wel dat u, naargelang uw functie of waar u naartoe gaat, ik vind dat u daar wel moet rekening mee houden. In dit geval bent u een sportief type. Ja, dan maakt u dat u toch een paar kledingstukken in uw kast hebt die sportief gekleed zijn, die voor zo'n gelegenheden kunnen dienen. Daarvoor kan u wel sportief en iets casualer gekleed zijn, maar dan met een te gepaste vest of weet ik veel, toch om die gelegenheid daar deftig voor de dag te komen. Ik vind dat hij daar wel gelijk in heeft, ja. Wel, ik vind dat hij goed gekleed is. Ik zal hem nu wat minder geven dan Herman de Croo. Niet omdat ik vind dat hij slecht gekleed is, maar hij is toch nog maar 50 jaar. Die man ziet er goed uit. Heeft ook een goed model, heeft maat 52, dus hij heeft het perfecte model om zich. Dus ik denk dat hij misschien een tikkeltje meer trendy maatpak toch mag even eens uitproberen. Alleen maar omdat ik vind qua leeftijd en zijn lichaamsbouw, kan hij dat zeker permitteren. Ik zou ietsje toch wel af en toe een keer wat meer, zoals ze zeggen in het Frans, pointu, dat mag hij zeker doen. Maar ik geef hem toch zeker 8,5 op 10, omdat die mens komt er heel goed voor. Maar mag misschien toch een keer iets wat meer extra uitproberen. En nu is het aan u. U kan elke weekdag stemmen voor uw topfavoriet. Vindt u dat de kandidaat van vandaag zich mag kronen tot de best geklede? Of misschien niet? Maak alleszins uw voorkeur bekend via onze votingpoll. Tijdens het weekend ontdekt u wie de best geklede politicus is. Patio Fashion. Uniek, vrouwelijk, Italiaanse topkwaliteit. www.patiofashion.be